Weer een battle, een historical battle. The Battle of the River Trebia. Voor de mensen die de beschrijving willen lezen, zet de video op pauze. Ik kan heel langzaam naar beneden scrollen. Maar heel langzaam. En oké, okay, voilà. Goed zo. The River Trebia, 218 BC. Having sworn an oath at his father's deathbed, the young Hannibal Barca, general of the mighty Carthaginians, sets out to destroy the Romans. Having lost many men marching across the freezing Alps, Hannibal gathers the survivors and prepares to face the might of Rome. His forces are no match for the Roman legions. Hannibal must use the element of surprise if he is to have a chance. He hides his finest cavalry in the forests, and then sends his Numidian mercenary cavalry across the river to lure the Romans into the trap. Take the bait and chase the Numidians back across the freezing river. The scene is set for Hannibal to stage his ambush. Timing is crucial. If his cavalry charge too soon, they'll be isolated and cut down by the Roman infantry. If they charge too late, the Carthaginian front line will buckle before the Roman advance. Hannibal also knows that he must use his elephants to create fear and terror. Failure to use these two key units to maximum effect will spell disaster for Hannibal's campaign against Rome. Oké, okay, interessant. Oké, ik kan eerst één ding zeggen. Hun formatie is perfect. Ze hebben zoveel manschappen. Er juist waren die allemaal geclusterd hier in deze rivier. Dus was hier de perfecte charge een goede timing geweest. Maar nu zijn ze allemaal mooie informatie en nu gaat dat niet meer. Wat heb ik als manschappen? Ik heb hier Barbarian Mercenaries, zwak. Ik heb hier Puene Infantry, zwak. Ik heb hier nog meer Puene Infantry, dat is ook zwak. En nog meer Puene Infantry. Maar het is Phalanx, dus oké. Okay. Hebben we weer meer shitty Barbarian Mercenaries. Dat is mijn enige infantry. Waar heeft Rome? Ik heb 5 infantry. 3 Phalanx en 2 Barbarian Shizzle. Dat zijn ook nog skirmishes. Die gaan me zeker helpen. Waar heeft Rome? Vollenbeck Philetus, oké. Okay. Maar dan komt de Hestati. Dan komt de Principus. En dan komt de Triarii. Vollenbeck mannen. Letterlijk één unit van deze kan deze aan. Oké, okay, misschien niet één unit, maar
pak nu 2 of 3. 3 kunnen mijn groep hier al aan. Maar ik heb de hele advantage. En dan ga ik ook gebruiken. Mijn archers staan op fire mode. En normaal gezien gebruik ik dat niet. Maar misschien nu wel om dat fire angst veroorzaakt. Ik heb een cavalry. Sterke cavalry, dat is Sacred Band. Ja, Sacred Band cavalry. 2 units. En dan heb ik zwakke cavalry. 1 keer Barbarian Mercenaries en 1 keer Numidians. Dus oké, wat ga ik doen? Ah, ik heb ook nog cavalry. Nice! Wat ga ik doen? Ik kan mijn skirmishers op de heel sturen. Want daar blijven staan is geen optie. Ik stuur die hier naartoe. En ik heb hier olifanten. En nog meer olifanten. Die mogen hier blijven opwachten. Die mogen natuurlijk schieten. Fire at will. Geen probleem. Jullie mogen even blijven wachten. Oké, en zien wat de time inzicht. Jullie mogen naar hier gaan. Ik ga maar al een klein beetje vooruit. Jullie kunnen daar blijven. Wat is hier? Dat is Equites. Misschien kunnen mijn 2 groepjes 1 aan. Hun general heeft trouwens weinig units. Dus als die niet door zijn mannen beschermd worden, kunnen we die misschien pakken. Maar we zullen bekijken wat er gebeurt. En hier is Hannibal. Die heeft maar 4 units. Dus daar had ik niet veel charge mee kunnen doen. Zou ik nu al proberen om de hun cavalry te pakken. Maar dan kom ik in range van hun mannen. Dus misschien beter niet. Of wel. Jullie mogen naar hier. Ik zal het gewoon zo sturen. Voilà. Jullie mogen naar hier. En mijn cavalry. Ah, dat is geen cavalry. Ah, ik heb maar 1 unit cavalry. Oei. Verkeerd gezien. En zien of ik. Oh. Zien of ik een general kan pakken. Dat zou een perfecte impact zijn voor hun moraal. Oh. Guard mode. Perfect. Oh, nice. Nice, nice. We gaan al vluchten. Maar dat is maar de villages. Ze weten als ze engaged zijn. Oh, 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 oh. Back off. Pak die general, pak die general. Oké, okay, hier was ook aanvallen precies. Ah nee, geen vluchten. Als ik engage hem, laat ik mijn olifanten komen. Oh, fuck, 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 fuck. Dat heb ik niet gezien. Fucking triaria, ga weg. Ga weg daar. Zonde van een general, die heb ik niet kunnen pakken. Oké, ze gaan pila gooien. Maar op het moment dat ze pila gooien, smijt ik mijn olifant erop in. En jullie gaan dood. Oké, nice! Go! Fuck hen, fuck hen! Zie je. Allee, joh. Oké, Hannibal. Goede werk doen. Oké, die mannen gaan vluchten. Perfect. Elephants, jullie moeten er gewoon doorwandelen. Come on, go mannen! Perfect! Mass route incoming! Wat is dat, Triaria? Oké, ga maar even weg. Oh, perfect. Dat is gewoon zalig! Oké, nee. Pak jullie maar de general. De olifanten zullen dit werk hier wel doen. Allee, joh. Zie al die mannen vliegen.
Altijd funny als je met elephants werkt. Altijd funny. Met een wier. Hij staat hier. Ah nee, Velitus. Die general gaat niet dood. What? Die staat hier. Oké, nu gaan ze lopen. Dat is goed. Oké, pak deze langs echter. Nee, 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 nee. Oh, die general is daar geïsoleerd. Oké. Oké, pak die general nu en te gooi deze keer, alstublieft. Nee, 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 nee. Nu moeten hier op de heel blijven. Ah, nice. Daar gaat hun general. Wat is de naam van de general? Rip Captain Tiberius, the House of Julii. En wel, bij deze een welgemene fuck you. My fuck you. Mijn olifanten gaan er vliegen. Oké. Misschien moet ik deze even uit de weg doen. Olifanten gaan namelijk snel dood van Velitus. We hebben Princeps. We hebben de Triarii. Oké, moeten ze gewoon terug wat opwachten? En rally maar terug. En val terug maar aan, olifantjes. Belangt voor mensen. Paritriar jij maar. Dat u maar allemaal breekt. Perfect. Kijk maar even in witch formation. Waar staat dat? Oh, oké, perfect. Hier. Nee, naar hier. Ja, naar hier. Ja, naar hier. Deze kunnen we een mes eruit. Oké, perfect. Als we een mooie charge uitoefenen. Paarden zijn eigenlijk helemaal niet nodig, maar... Zo gaat het ook. Princeps nog. Oké, perfect. Elephants, jullie mogen nu naar daar. Hier is Triarii. De fucking goeies tegen Calvary. Maar die kunnen we aan. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, go, go. We hebben mijn infantry zelfs niet meer nodig. Oké, okay, Hannibal, wil jij ook eens aanvallen? Go, go, go. Hopla! Mass route. Pak ze allemaal, pak ze allemaal. Hopla, day! Ga maar allemaal lopen, jongens, ga maar allemaal lopen. Oké. Okay. That's it, maar ik kan ze in achtervolgen. Of zou ik het? Ja, fuck it. Ik ga ze achtervolgen. Olifantjes, jullie mogen rusten. Jullie mogen hier op de hill. Terwijl dat de rest van mijn army die fucking lafaarden gaan achtervolgen. En deze zijn wild. Maar die zijn out of range, dus maakt niet uit. Hannibal, jij mag je proberen die manier te pakken. De Velitus. Run for it! Welke is deze? Numidians zijn er ook nog levend. Waar is mijn Barbarian Cavalry? Zijn die gevlucht? Ah, die zijn gevlucht. Je denkt, oh nee! Dat zijn Romeinen, die kunnen wij niet aan. Maar dan kwam Hannibal, die zei, ah. Ah. Romeinen, die kunnen we. Dat is onze specialiteit. Bij mensen die in de bossen zijn gaan vluchten? Nee, precies niet. Oké. Wie gaat daar vluchten? Oei. Ah, barbarians, wat? Die humoraal is zo laag. Maar niet normaal laag. Zoals ik eruit zei, die hebben precies een angst voor Romeinen. Terwijl dat het heel simpel is. Je moet gewoon... Ook al hebben ze veel meer mannen. Je moet gewoon een plan dokteren, een strategie hebben. En je kunt ze allemaal kapot maken.
En ik heb zo'n gevoel dat Hannibal dat in de toekomst ook zal doen. Na deze battle. Een klein gevoel heb ik maar. Wat ik eigenlijk nu pas door heb. Carthage heeft een Eastern Horn. In de original hadden die een normale Greek Roman horn. Nu hebben die een Eastern Horn. Dat is nieuw. Ik leer elke dag iets bij. Ook de kleinste details. Oké, maak iedereen kapot alstublieft. Hoe uitgeput zijn jullie eigenlijk? Savannah, tired, oké. Die zijn exhausted. Ah ja, very tired, exhausted, oké. En Hannibal is... winded, oké. En mijn, oh my. Mijn Puene infanterie is fresh. Oh, jullie hebben iedereen uitschakeld, perfect. De rest was enkel, oh! It's a trap. This is a crushing victory. It's a trap, een medaille. Oké. Easter egg zit hier dus ook in. Well played, Captain Tiberius. Ik weet niet hoeveel sterren Hannibal Barca heeft. Waarschijnlijk heel veel. Maar dit zijn de stats van mijn army. Dit zijn de stats van de enemy army. Je ziet, ze waren met superveel. Kunnen zien... Die waren zelfs met over 100 man. Je kunt niet zien met hoeveel ze waren. Maar dat zijn bijvoorbeeld... Ik denk dat dat volledig uitgeroeide units zijn. Min 6 experience, holy shit. Ja, tuurlijk dat. Die zijn volledig dood. Dus dat hebben ze eigenlijk nog over. Villites. En nog een paar equites. Dus daarmee kunnen ze Rome gaan waarschuwen. Oh nee, Hannibal staat voor de deur. Oh nee, wij moeten ons voorbereiden. Maar oké, dat is voor een andere historische battle. Peace out.